Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. En het is weer een mukbang en vandaag zit ik met mijn nichtje Susanna. En ik vind het best wel leuk om naast met YouTubers te filmen, ook gewoon met mensen te filmen die niet YouTubers zijn, zoals mijn nichtje en een van mijn beste vriendinnen. Het enige punt is dat Susanna dus uit Mexico komt en geen Nederlands spreekt, ook al is ze hier al 2 jaar, dus ze verstaat wel wat. Maar daarom hebben we eigenlijk nooit gefilmd, maar we hebben iets van, ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel erg jammer om om die reden nooit een mukbang op te nemen, terwijl we zo vaak sushi met elkaar eten. Dus we gaan gewoon kijken of we Engels praten of Nederlands. En weet je, we gaan ook gewoon lekker eten. Dus yes. Yes, let's do it. En gaan we Nederlands of Engels? Kan je in het Nederlands jezelf voorstellen? Een beetje vertellen wie je bent en zo? Ja. Oké. Ik ben Susanna. Ik ben 20. Mm-hmm. Ja. En ik... Oh, Noah is vervelend aan het doen. Oh, no. Nou? Ja. Oké. En, sorry, ik... Ja? Ik studeer? Ik studeer. Oh. Oh. Even, we hebben Prosecco. Super lekker. Oh my god. Ja, je studeert? Business. Mhm. Eerste jaar? Eerste jaar op de VU? Ja. Nou, UvA. Oh, UvA. Ja. VU, dat is een ziekenhuis. Ja. Yeah. Maar je zit met allemaal mensen uit andere landen, toch? Mm-hmm. Ja. Ja. Okidoo. Het is geen sponsor door Martini hoor, jongens. Ik ga nu die kat opsluiten. Oh. Stop in. Kom maar. Kom maar. Noah. Oh, zijn zo stout. Zo, hi. I'm so hungry. Ah. Oké, ze zijn nu in de kleine kamer en ze kunnen op balkon. Oké. Top, gaan we verder. Wow. Ik had zoveel voorbereidingen. Laten we gewoon meteen ook beginnen met eten, terwijl je het vertelt. Oh, ja. Honger. Het is... Het is 9:10. En de avocado's are... zijn bruin. De helft is gewoon bruin. Ik weet dat de sushi nooit perfect scherp is, maar mij, ik heb mijn best gedaan. Je ziet het een beetje, dus ja. Mijn lens is gewoon heel goed, maar dit kan hij niet. I've been running. Okidoo. I want to start with... Ik wil beginnen met een handroll. Oké. Ik ook. Jij? Ja. Oké. Hier. Neem je ook zo? Ja. Okidoo. Zoveel honger. Oh, it's good. Lekker. Ik had gezegd zonder sla. Zo lekker. Heel lekker. Oh my god. Avocado? Ik ga mijn haar vast doen. Het is echt heel lekker. Super. Ik ben heel benieuwd naar die ene. Die gefrituurde. Zo, ik ben blij dat we dit erbij hebben gedaan. Ik denk dat dit echt zo'n mukbang wordt. Gewoon puur eten. En niet praten. Want jij gaat niks zeggen. The questions. Ik ga deze nemen. Zo, het is lekker. Soms vind ik het ook wel lekker als het al heel even gestaan heeft of zo. Ja. Yeah. 2 uur. Nee, 1. Oké, ik heb net een nigiri genomen. Het is echt heel lekker. Ik ga het toch lossen. Oké. Nee. Ja. Oh. Wie is jullie guilty pleasure? So not what, but who? Huh? Guilty... What's that?
Guilty pleasure is bijvoorbeeld als je zegt, oh, sushi is echt mijn guilty pleasure. Of zo. Maar ik snap het niet, wie? En misschien bedoelt ze gewoon... Voor mij? Tacos is mij. Wie is dat? Tacos. Ja, maar ze bedoelt denk ik een mens. Oh. Een jongen of zo. Oh. Een crush? Een crush? Wie? Mijn crush? Wie? Maar bijvoorbeeld... Oké, ik interpreteer het even als... Zeg maar gewoon echt een celebrity. Oh, oké. Oh my god, Leonardo DiCaprio. Oh ja. Echt? Ja. Van mij ook. Super hot. Ja? Sinds de Titanic ben ik zo verliefd op hem. Oh, echt? Ja, maar ik vond hem vroeger nog leuker. Maar nu niet zo leuk. Nee. Maar, ja. Dus zijn lekker. Welke? Het is een beetje ver weg, hè? Zo. Oh, zullen we voor die gaan? Wat vind je? Zeg maar, Ruben wil altijd die, dat kontje. Maar die hoef ik niet per se. Ik wil niet met veel saus. Jij ook niet, hè? Nee. Ik pak gewoon deze. Dit is zo vatsig, jongens. Zo groot. Dit is zeg maar rijst, gegaarde zalm, kras, zalm, eitjes, tonijn en gefrituurd en saus. Dit is echt gewoon een hamburger of zo. Oh, dit is ook leuk voor de thumbnail. Oké. Oké, zo freeze. Okay. Like, oh ja, yeah, lekker zo. Oké. Okay. Oh, wait. Oké. Okay. Oké. Wow. Lekker? Heb je deze wel eens geproefd? Nog nooit? Mm-mm. Hij is goed, hè? Ja. Heel lekker. Wow. We zeiden al, misschien wordt het niet zo'n lange mukbang hoor, omdat we gewoon... Omdat we praten natuurlijk gewoon een beetje moi. De feeling of niet zo healthy. Nee, ja? Nee, echt niet. Maar sushi is sowieso best wel slecht, hè? Heel veel suiker. Heel veel zout, ja. Sushi is best wel slecht. Als ik sushi eet, voel ik ook dat ik gewoon dikker word. En ik eet heel veel sushi, dus daarom ben ik waarschijnlijk dik. Echt? Ik denk echt als ik een maand geef... sushi is alleen... Rice. En... Nee, maar echt suiker. Heel veel suiker, hè? Want het azijn, you know, vinegar. Ja. En to make it, they use sugar. Heb je het right? Ja. En, Ik vond die niet zo heel lekker. Ik weet niet. Soms smaakt het een beetje wel lekker knapperig. Ik vind dit smaakt soms heel erg naar zoetstof. How do you call it? Oké. You like it? You know with Coke, what they use, like Cola Light, that sugar? Like fake sugar? Mm. That's what it tastes like. Not but my it's so favorite. Crispy. Yeah. Mm-hmm. Crispy is important. It's good. And then you this one. No. Okay, question? Oh, and probeer de Prosecco. Is zo lekker. Ik dacht, ik ga gewone wijn doen. Toen dacht ik, nee, we gaan lekker Prosecco drinken. Do you like it? Ja. Goed, hè? Goed. Ja. Je krijgt ook niet zo snel hoofdpijn van. Heel lekker. Oké, we hebben dus 6 zwarte avocado's. Ja, dat wil ik gewoon niet. Ja, ook niet. Dat vind ik gewoon niet chill. Niet chill. Kijk wel. Een kleine, hè? Ja, dat ga ik gewoon niet eten. Dus we hebben dan gewoon 6 avocado-makies gekocht. Terwijl je dat dus niet kunt eten. Dat vind ik best wel aso. Mm. Ik heb wel een handroll. Ik vind ze zo lekker. Je zei dit. They got confused. Ja, ze waren sowieso een beetje in de war. Mm. Wat is dat? Kroepoek? Chips? Cassava? Som. Oh, ja. Vraag. De vraag. Oké. Maak. Bij de maak. Oh. Really? Wat bestellen jullie altijd bij de maak? You know Mac? Ja. Yeah. Like McDonald's, hè? Not the bacon. Oh, not the bacon. Ik dacht. Makeup. Oké. Nee. Ice cream. Ja. Yeah. 50 cents. En... ja, alleen ice cream. Geen burger. Geen. Nooit. Mm-mm. Heb je McDonald's in Mexico? Ja. Yeah. Anders? Different? Nee, same. Niet andere producten?
Want bijvoorbeeld in Frankrijk, maar heel anders. Ik vind McDonald's niet zo goed, echt. Ongezond. Ja. Ja. Ongezond. Mm-hmm. Ja, ik vind veggie burger gewoon heel chill. Toen ik nog vlees at, had ik altijd euroknaller hamburger. En vroeger had ik altijd McCroket. Heb jij een favoriete Nederlandse YouTuber? Kijk jij Nederlandse YouTubers? Nee, hè? Ja, jij. Ja. Moet je echt gaan doen. Maar ook... hoe is het? Anna? Anna Mushin. Anna Kusher, ja. Nee. Anna Kusher. Anna Kusher. Anna Mushin. Oh, ja. Ja. Leuk. Waarom kijk je haar? Nee. Zij is heel mooi. Heel mooi, ja? Heel mooi. Zie je dat als je gewoon heel mooi bent, krijg je snel al volgers. Mensen volgen iemand gewoon omdat hij heel mooi is. Ja. Sure. Maar ze is ook de persoon. En ook mooie stem. Oh ja. Ja, het is wel echt een mooie vrouw. Ja. I saw her on the streets. Ruben ook al. Oh. En papa werkt met haar, hè? Volgens mij soms, ja. Werkt wel. Cool. Wow, ik zit nu al een beetje vol. Hoe kan dat? Ik zit nu al een beetje vol. Nee. Ik ga voor deze tikken. En jouw favorite YouTube? Wacht, wacht, wacht. Oh ja. Ik vind Daan en Phil leuk, maar... Engels? Ja, Engels. Of Mexicaans? Nee, Engels. Uit London. Wie kijk je uit Mexico? Juanpa. Juanpa. Hij is super, super hot. Knap. Sexy. Is dat degene die je liet zien? Nee, ja. Oh. Hij heeft 7 miljoen. 17. Oh, yeah. Wow. Wow. Hij is op een... Wat? Een Netflix show. Oh ja. Maar in Mexico heb je veel YouTubers? Net zoveel als hier in Nederland? Nee, niet zo. Maar? Nee. Oh. Bijvoorbeeld in België, je weet België? Ja. Daar heb je het ook veel minder. Want als je daar 20.000 abonnees hebt, ben je al best wel bekend, volgens mij. Oh, echt? Dacht ik, hoor. Oh. Vind je ze lekker? Met alleen zalm? Ik wel. Jij niet zo? Ja, maar... Je mist die andere? Ja, met avocado. Moet je ze samen eten? Ik bestel dit nooit. We hadden dus eigenlijk zo'n avocado besteld, maar ze hadden het dus fout gedaan. Maar ik vind het heel lekker. Mijn favoriete nog. Ik moet zeggen dat ik sinds ik zelf YouTube... Ik kijk eigenlijk alleen de mensen die ik ken. Nee? Ja, ik heb het nu op mijn werk al heel druk. Dus ik krijg altijd Christina de vlog en Rebecca de vlog. Ja. En dan ben ik gewoon geabonneerd nog op Sarah en op Lotte. Waar ik niet elke week de video's van kijk, omdat ik het dan niet red. Daar heb ik dan toch wel iets minder contact mee ook. En ik vind het wel heel leuk om hun vlogs ook te kijken. En van bekende mensen vond ik Laura Pontecorvo. Oh, waar we toen naartoe zijn gegaan. Oh. Een tijdje vond ik haar niet meer zo leuk, maar ik vind haar toch wel leuk hoor. Nee, zijn stem is super irritant. Dat zegt iedereen, maar dat vind ik zielig. Oh nee. Nee, ik vind haar zoveel positiviteit uitstralen. En ik gun haar ook echt wel. Zij wilde toch dit wel heel graag. En het is er toch gelukt of zo. En ik vind Masha ook wel leuk. Beauty Girls. Masha. Omdat zij ook wel gewoon heel normaal is. En ja. Maar het is warm. Warm? Nee. Oh, wijn. Ik kan niet tegen alcohol. Nou, ik vind vlog. Vlogs? Vlogs? Leuker dan shop. Vroeger keek ik nooit vlogs. En nu vind ik vlogs ook leuker. Ja. Dan kijk je in iemands leven. Ja. Zouden? Ja. Jullie graag nog... Oh, no. Kom op. Nee, doe. Een keer? Een keer samen willen doen. Oh, ja. Oh. Wat was de eerste vraag? Waar kennen jullie elkaar van? You know what it means? Where do you know... Kennen jullie... I'm just in the second part. Where do you know each other from? Oh. Jij gaat vertellen. Oké. Okay. In Nederlands. Oké. Okay. Zij is mijn nichtje. Nicht. Mm-hmm. Dus ja. En? En de eerste keer was
Ja, goed zo. In Mexico. Opa gaat zo trots zijn als je dit ziet. Oh, okay. Hey, opa. No. In Mexico, ja. In Mexico, in Cancun. 10 jaar geleden. Langer? Was ik 13? Jij was... Ja. Jij was 13. 10, 18. Ik was 13. En dat is 12 jaar. 20. 12 jaar geleden. Okay. No, 10. Nee, jij was... Oh ja, maar ik was 13. Ja. Yeah. Maar ik ben 25. Dus dat is 12 jaar. Nee, maar ik ben 10 en nu ik ben 20. So. Oh ja, dan was ik dus 15. Ja. Yeah. Oh ja. We scheiden 5 jaar. Oh, wat dom. Oké. Okay. Wil jij dit? Kijk hoe enorm. Wow. Huh? Weet je hoe vol ik ga zitten hiervan? Dit is gewoon een soort gevuld zakje. Oké, okay, ja. En vertel verder, is leuk. Wat? Ik heb het nog nooit in mijn leven meegemaakt. Het is gewoon een boot. Een boot. Wow. Oh, yo. Zo big. Zo big. Zo big. No. Wow. Het was in Cancun, mm-hmm. Maar I only spoke. Ik sprak. Alleen Spaans. Mm-hmm. Geen Engels. Echt niet. Alleen Spaans. En Charlotte alleen Engels en... Ja, niet zo goed Engels hoor, een beetje. Ja. Dus... Wij konden niet met elkaar praten. Ja. Maar het gaat nog steeds op elke familiedag. On every family day, they talk about it. Heeft iedereen het erover van... Oh, toen in Mexico en... Ze konden helemaal elkaar niet verstaan, maar ze hingen de hele dag rond elkaar heen. En ze communiceerden. Ja, en we gingen cocktails drinken zonder alcohol. Sushi in een jacuzzi op het dak. Oh, pizza. Oh, ja. Zo lekker. En margarita cocktails maar zonder alcohol. Maar sushi in Mexico... Wasn't good. Nee. Maar toen was sushi nog niet zo'n hype, dus toen wist ik nog niet zo heel goed wat lekker was. Ja. Heb je deze al gegeten? Dat was jouw favoriet altijd, hè? Mm-hmm. Maar... En allemaal van, oh, Charlotte en Susanne communiceerden echt zonder woorden. Wij waren echt beste vrienden. En het was zo leuk. En we hadden zoveel lol. Het was echt wel leuk. Dus zo. Heel lekker vind ik het. Mm-hmm. Ik vind alles echt lekker. Ja. Wel veel, hè? Oeh. Toen hebben wij een week in een soort heel luxe hotel gezeten. Heeft oma van haar erfenis betaald. Nou, hè? Ja, you know, oma's mother died. Mm. And of that money, she wanted to be the whole family to be together. Kaya wasn't there. Nee. Ik heb ook nog een Mexicaans nichtje namelijk. Want de broer van mijn moeder, dat is dus haar vader. Dus mijn oom is haar vader, logisch. Maar hij reist zeg maar een beetje... Hij is een beetje in India gaan wonen. Toen is hij dus naar Mexico gegaan, daar heeft hij haar moeder ontmoet. Ja, maar alleen India en Mexico. En Israël. En Israël. En hij is heel verliefd geworden, gewoon een keer in Mexico en een keer in Israël. Daarom heb ik 2 nichtjes daar. Oeps. En nu is hij in Mexico. Ja. En jij niet. Jij bent nu al 2 jaar in Nederland. Ja. We hebben ook een video van toen ze net in Nederland was, hè. Met proeven. Mexicaanse dingen Mexican. Proeven. Ja. En woorden uitspreken. Dat is saaie video. Zo saai. Zo... Dan wat. Heel saai. Ik zal hem even linken als ik eraan denk. Nee, maar wacht. Ik moet nog wat zeggen. Oh ja. Oké. Okay. Toen waren we daar. Hoe lang waren we daar? Een paar dagen? 8. Was dat dicht bij jouw woonplaats? Nee. Dicht bij jouw huis? Nee? Moest je met het vliegtuig ook? Ja, met vlucht 2 uur. Echt? Of met bus 16. Dus je ging met het vliegtuig, toch? Ja. Ja. Want dat was heel chill. Was helemaal all inclusive. En toen zijn wij ook nog met mijn ouders en mijn broertje gewoon gereisd een beetje. En toen hebben we allemaal culturele dingen gedaan. Ja. Ik vind het heel vervullend. Maar ik vind het mega lekker. Gaat wel goed, hè? Ja. Een cure samen willen doen. Oh ja. Oh, trouwens, doe even een duimpje omhoog voor het feit dat Susanna hier gewoon een Nederlandse mukbang opneemt. Zeg even dat ze een duimpje omhoog moeten doen. Man. Ah. Ruben, Seth, doe een duimpje omhoog in de video. And we already have 1000. Oh. Okay. Normaal. Normaal 300. Ja. Oké, wat zouden we samen willen doen? New York. Oh ja. En we willen wel graag naar Mexico. Gewoon dat jij
het laat zien aan mij. Nee. Jouw land, jouw dorp, alles. Oké, dus eerst New York. Eerst New York. Dan Mexico. En dan Israël. Israël, ja. Ik wil zo graag. Ja, het lijkt me echt... Naar Israël. Ja, daar woont ook je zus. Ja. En het is wel zo dat wij echt het heel goed met elkaar kunnen vinden. Vind ik wel heel leuk. Ik zou niet zomaar met iedereen op vakantie kunnen, maar met jou zou ik makkelijk op vakantie kunnen. Ja. We hebben echt nooit issues. Ik zei nog, laat zeggen, dat jij zou echt de perfecte partner zijn als jij een man was. gewoon super chill, weet je wel? Nooit problemen. Dus ik zou wel heel graag op vakantie willen samen. En opa moet dat even gaan betalen. Ja, opa. Alsjeblieft. Voor de bonding van je kleinkinderen. Dat is wel grappig. Ik ben nu 25 en nog steeds wilde ik dat mijn opa iets voor me gaat betalen. Oeh. Heet? Ja. Ja, ik ook. Oh, maar wasabi. Oh, oh. Ja, ook warm. Oh, ik vind wasabi zo lekker. Gross. Terwijl toen jij hier in Nederland kwam, ja, gingen we naar een restaurant. En toen had jij chili saus meegenomen. Oh, of, nee. Dat? Ja, hete spul. Oh, met sushi. No, you put hot sauce. At a pizza restaurant. Oh. You don't remember? No. Zij nam gewoon naar alles. Toen woonden ze dus bij mijn ouders. En toen gingen we naar een Salene? Een Weesp? Salene, ja. Toen had jij chili. Hoe noem je dat? Hete saus had jij mee. Oh, ja. Ja, misschien. Maar, every time... Elke keer. Mm-hmm. Charlotte en ik. No. Yes, I hate. Okay, this is like we have to talk about this. Okay. Je mag een beetje ook wel Engels hoor. Okay, ja. Yeah. Ik vind Nederlands. Oh ja. Youngest. Nederlandse? Ja, yeah, Nederlandse youngest. Mm-hmm. Complicated. Super, super complicated. Ingewikkeld. Ja. Yeah. Mm-hmm. I don't understand. It's so hard to say it in Dutch. Mm. In English, I translate. Okay. I feel like they want the girls to follow them. It should be the other way around. Ze willen dat, dat jij hun volgt, dat you follow them. Oh, yeah. De camera valt uit. Oh no. Nederlandse jongens willen dat jij ze volgt? Ja. Yeah. Right? Ik snap niet wat je daarmee bedoelt. Volgen, like, we're going to do this and you follow me or something. No, like, you message me or... Jij moet het doen? Ja. Yeah. No? Vind ik ook niet hoor. Oké. Okay. Nee, ik weet het al. Jij bent die ene jongen gewend. I will cut it out. Mm. Jij hebt een jongen in Mexico die gewoon achter jou aanloopt. Dat is die ene jongen or more. Every guy did that in Mexico? Mm. Like hunting you? Wow, no, ja. Yeah. Hier moet je meer je best doen. You have to do more. Yeah. Mm. But that's the game, you like that. No. Because you hated it, that every boy was like, I miss you. Yeah, but sometimes it's too much. Oh, so you went in between. Mm. Netflix serie. Mm, saai. Mm. Heb ik al heel vaak gezegd. Oh, jouw. Ja. Yeah. My favorite serie. Ja. Is sick you. Oh my god. Whoa. No. Well, first wasabi and then it came in my air pipe. Air pipe. Air pipe. Je wil geen gember? Ja. Nou. We hadden geen trui aan moeten doen. Zo warm. 25 graden en we hebben een trui aan. Oh, allemaal zaai. Eeuw, je haar. Oh, nee. Oh, dat vindt Ruben bij mij altijd zo goor. Ik vind Casa de Papel zo leuk. Mm-hmm. Ik heb nu 13 Reasons Why uitgekeken. Ook goed. Kijk je die? Mm, no. Oh, weet je wat we vanavond moeten kijken? Het komt. Mamma mia. Ja. It's called Foute Vriendinnen. It's a Dutch program. Oh. It's so funny where girls say like... Okay, you have to walk into the supermarket and take everything out of his karretje. Okay, well. And then put it... But I watched everything yesterday, but I want to watch it again. No. It's good for your Dutch. Okay. Nee, maar my favorite serie is Sherlock. Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. He's so That's super old, right? No.
Huh? Er is een nieuwe. Oh. Nee. Net nooit. Detective serie. Ja. Oh, leuk. Ja, Game of Thrones. Oh, ja, Ruben kijkt het ook. Ja. I am a Khaleesi. I am the Khaleesi, the mother of dragons. Queen of the Andals. En da 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 da. Oké. Okay. Favoriet sushi. Wat is jouw favoriete sushi? Avocado maki sushi. Oh, deze is lekker, maar ik zo. Avocado maki is je favoriete sushi? Nee. Salm avocado. Ik denk al. Dat is wel heel saai. Nee. On which age you started using makeup, but you don't really. Achttien. Ja. Maar jij dacht echt nooit make-up? Ja, soms. No. Ja, maar alleen een beetje foundation. Nee, ja, maar ja, ik vind make-up niet zo leuk. Nee, maar je hebt het ook echt niet nodig. Let's do this and you catch it. No. With your mouth. Twee. Oh! You. Ik denk serieus dat we zo gaan stoppen. Ik kan gewoon niet meer serieus zijn. Ik ben zo ingekakt door die wijn. Week. I'm weak. Oké, ik heb er twee op. Oh, oké. Okay. Oh, wel dan. Why did you move to Mexico? Mm-hmm. Schattig. Waarom is Susanna naar Mexico verhuisd? Like, she thinks you went to Mexico. Maar ze komt uit Mexico. What do you think is the prettiest about the other one? And what do you not like on yourself? Okay. Oh, you're eating. I'm thinking what I think is... Because I think you're so pretty. In Dutch. Oh, ik vind je zo mooi. Ruben en ik zeggen altijd, we vinden Susanna zo mooi. Je hebt gewoon een heel mooi hoofd. Maar jij bent half Mexicaans, half Nederlands. Weet je hoe mooi dat is? Zij ziet er gewoon altijd goed uit. Alleen je haar moet je een beetje borstelen, vind ik. Oh, ja. Nee, nu heb je haar wel geborsteld. Soms is het echt net een nest. Nee, ik vind jou gewoon heel mooi. Maar moet ik één ding noemen? Nou, ik vind echt een compleet plaatje gewoon. Nee. Ja. Oké. Oh, ik zit veel verder naar voren. Dat is heel dom. Dan lijk ik al helemaal op je moeder. En wat ik het minst mooi in mezelf vind... Dat vind ik altijd zo stom. Nee, heb ik altijd vaak gezegd. Ik ga niet negatief doen. Oké. Okay. Ik vind... about you, right? Ja. Charlotte is... Difficult. The best. The best. No. So sweet. No, it should be about your appearance. Oh, how do you look? I think so. Oké, ik vind... jij heeft de mooiste ogen. Mooiste. Je bent mooiste of mooie? Mooiste is like the prettiest. Yeah. No, oh, so cute. But in Mexico it's special if you have blue eyes. No? Maar ook hier. Maar... Tegenwoordig zie ik mensen met blauwe ogen en denk ik van... Oh, mijn ogen zijn niet zo bijzonder. Some people have so... Their eyes are so beautiful. Like Vic. Oh, you don't know Vic. Ze heeft zulke lichte ogen. Super light. I don't have light. Ja. Wat ik mooi vind aan ogen is als er een randje omheen zit. Oh. Like a dark. Oh. That's what I like. Make more videos with Ruben. That's so... Ik meen het, laten we stoppen. Sorry, maar ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, oké. Now let's turn the game say, like, goodbye. Like, oké. Doe jij maar. Wel, dankjewel. Dankjewel. Voor te kijken. Ja. Grappig, iedereen zegt altijd uit het buitenland te kijken. Dankjewel voor te kijken. Ja. To watch. Te kijken. Oh ja. Het is gewoon dankjewel voor het kijken. Oh. Dankjewel voor het kijken. Vergeet geen... Batterij is leeg. Oké, quick. The battery. Oh. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vorige keer zei Ruben om een duimpje omhoog te doen en iedereen deed het. Superleuk. Het zou leuk zijn als je het nu ook zou willen doen.
Laat even weten wat je van de video vond. And we should ask them a question. What question? Oh, oké, de batterij is leeg. Doei! Ja, de batterij is leeg. Otherwise it takes an hour to charge.